Aan het weer is het misschien nog niet te zien, maar de meteorologische lente is begonnen en daarmee ook het broedseizoen voor weidevogels. Op het land van Boer Verkuijk zijn vooralsnog alleen eenden te zien. Geen grutto, kemphaan of schoolekster te bekennen. Het is nou veel te koud en veel te winderig nog. Ook voor ons is het te koud. Aan het land van Verkuijk zal het in ieder geval niet liggen. De boer uit Montfoort heeft er een waar weidevogelwelnis van gemaakt. Met flinke plassen water. Daardoor komen de wormen omhoog en de vogels vinden die lekker. Als ze terugkomen, dan hebben die weidevogels eigenlijk heel wat geleden van de tocht terug. En die moeten er eigenlijk een klein beetje vervetten. Eigenlijk een klein beetje in conditie komen. Dat is het belangrijkste. En dan gaan ze de eieren leggen en dan gaan ze broeden. Het streekfonds Lopikerwaarde, dat zich inzet voor behoud van natuur, is blij met agrariërs als Verkuijk. Lang niet alle boeren zorgen namelijk zo goed voor hun vogels. Doordat landbouwgrond steeds intensiever gebruikt wordt, blijft er minder voedsel over voor de broedende dieren. Die weidevogels, er zijn er steeds minder. En ze horen toch een beetje bij de verwondering over ons landschap en waar we wonen. Dus ik denk dat mooi is, een stukje biodiversiteit. Voor Boer Verkuijk horen de weidevogels gewoon in de polder. Daarom doet hij er alles aan om het ze zo comfortabel mogelijk te maken. Zijn favoriete vogel? Daar is de grutto. Maar ook de tureluur, dat is een prachtvogel. Maar de grutto is dat mooiste. Het is alleen, de grutto blijft niet zo lang, de kiewit blijft veel langer bij ons in de polders. De grutto die komt hier om te broeden. En als de kuikens weer groot zijn, dan vertrekt hij weer weg. Mensen die zo'n broedende grutto of tureluur willen spotten op het land van Boer Verkuijk, kunnen dat doen vanuit deze pipowagen die vandaag geplaatst is. Maar dan moet het natuurlijk wel een beetje lekker weer zijn.